Mijn naam is Eva Romaat. Ik ben 26 jaar en ik kom uit de Achterhoek, uit Lichtenvoorde. Ik wilde altijd dat de paarden naar mij luisterden, maar ik luisterde nooit naar hen. En door vrijheidsdressuur, ja, dat heeft echt mijn ogen geopend. En toen dacht ik echt van, ja, oh mijn god, je kan zoveel dingen als je gewoon anders naar je paard kijkt. Ik vind het altijd heel mooi als ik ga met de paarden zien spelen, want ze volgen haar altijd heel goed. Om dan ook het enthousiasme wat ze erin meebrengt. Dus dat vind ik heel mooi bij haar. Ze is altijd enthousiast, open, spontaan, vrij direct. Dat is ze van nature. En het gewoon door zo te zijn, ik denk dat je dan ook anderen laat zien, oké, durf ik ook mezelf te zijn. Ik heb het eigenlijk alleen maar zelf gedaan, zelf geprobeerd. Silas was echt een beetje mijn mentor. Ik deed maar wat en als ik het niet goed deed, dan kreeg ik geen reactie. In het begin was Eva een soort van ontzettend verliefd op Rede. Oh nee, ik moet het anders zeggen. Rede was verliefd op haar. Maar toen kwam dus de oplossing, want als ze het nou volhield tot haar 18e, dan kon ze direct naar de Kamer van Koophandel en zich inschrijven en haar eigen bedrijfje beginnen.